Ik heb onlangs de Japanse anime Attack on Titan gekeken. En in deze video ga ik met Kelly van der Laan praten over waarom dat zo ontzettend goed is. En vooral ook wat wij als schrijvers daarvan kunnen leren. Hoi, ik ben Robin Roosendaal en op dit kanaal heb ik het over tekenen, schrijven, schilderen, fantasy, alles wat ik super leuk vind. Vind je dat soort dingen ook leuk wordt? Even lid van dit kanaal. Druk op de abonneerknop hieronder en ook op het belletje, dan mis je geen enkele video meer. Nou, vandaag ga ik praten met Kelly van der Laan. Superleuk dat je er weer bent. Leuk. En we gaan het hebben over Attack on Titan. En voor degenen die het niet kennen, dat is dus een Japanse anime-serie gebaseerd op een manga. Dus het was eerst een strip-serie. En nu daarnaast een anime geworden, dus tekenfilm. En hij is net afgerond. Ik zou zeggen een maand geleden of zo. Ja, 2 maanden. 2 maanden geleden is de serie tot het einde gekomen. Dus het is een goed moment nu om het erover te hebben. En nou ja, eigenlijk iedereen die ik erover spreek vindt het fantastisch. En Kelly is een van degenen die tegen mij heeft gezegd, kijk dit! Met zoveel passie ook, want je had er al toen al veel passie over. En er waren anderen die het ook al tegen me hadden gezegd dat ik het moest kijken. Dus ik dacht al een beetje, oké. En toen was Kelly heel stellig en toen ben ik het gaan kijken. En eigenlijk, wat je zei toen meteen al tegen me, van je moet dit kijken. Ook omdat je als schrijver daarvan kunt leren. Ja, klopt. Dus dat is ook een trigger voor mij. Dan denk ik, oké, dan. Dat is dan een goede reden om te kijken. En ik ging er vrij blanco in, moet ik zeggen. Ik wist eigenlijk helemaal niks erover. Dat is de beste manier. Jawel, hè? Ja, ik had geen idee waar het over ging. Geen spoilers, gewoon blanco erin gaan. Ja, en geen spoilers is iets wat we in deze video ook gaan proberen. We willen natuurlijk wel wat dingen bespreken, zodat we als schrijvers met elkaar wat ervan gaan leren. Maar er zijn hele grote plot twists in deze serie. En we gaan ons best doen om die niet voor je te spoileren. Nee, in de montage zal ik zorgen dat dat helemaal goed komt. We kunnen altijd nog iets bliepen als we toch iets mogelijk verkeerd zeggen. In deze video wilde ik gewoon bespreken van wat kunnen we hier nou van leren? Want het is echt, echt goed geschreven. Het zit zo goed in elkaar en de plot twists zijn zo groot. Maar dat is niet het enige wat er goed aan is. Dus ik denk dat het heel leuk is om het te bespreken. Ja. En we hebben een aantal onderwerpen op een rijtje gezet. Te beginnen met, denk ik, foreshadowing of... Ja, er is niet een goed Nederlands woord voor foreshadowing. Mm. Voorafschaduwen, zei iemand een keer. Ja hoor. Rotwoord. In elk geval dat je dus van tevoren al hints plaatst in je verhaal. Waardoor als er een plot twist komt, of al wat dan ook gebeurt, dat je als lezer denkt, oh ja, dit had ik kunnen zien aankomen. Ja. En dat is denk ik, als iemand erover heeft over Attack on Titan, dan is dat meestal het eerste wat mensen noemen. Ja. Ja. Het verhaal is, misschien even wat meer context, het zijn 4 seizoenen. Ja. En je volgt zeg maar een aantal personages door de seizoenen heen. En het begint al met een mysterie. Dit is een beschaving die woont in een stad. En die is helemaal met 50 meter hoge muren afgesloten van de rest van de wereld. Het concept is, iedereen is dood buiten die muren. Het enige van de mensheid leeft nog tussen die muren. Want buiten de muren zijn een... Roll with this. Mensetende grote reuzen. En die zijn niet zomaar dood te maken. Die zijn nauwelijks dood te maken. Dus ja, het is een concept dat de mensheid leeft achter een muur. En waar komen die titans, die reuzen dan vandaan? En hoe kunnen ze dit overleven? En je begint met een aantal mysteries. Want de serie begint met dat die muur valt. De buitenste muur valt. En mensen moeten rennen voor hun leven naar een van de binnenmuren. En hoe is die muur gevallen en wat gebeurde daar nou precies? En waar komen die titans vandaan? En wat kunnen we er tegen doen vooral? Dat mysterie verdiept zich steeds meer tijdens de seizoenen. Ja. En dat is van tevoren door Hajime Isayama is de auteur, de mangaka is de originele term geloof ik. Van tevoren bedacht en daar is hij niet van afgeweken tot het einde. Dat betekent dat alles klopt. Ja, want ik heb inderdaad ook inmiddels wat YouTube-video's zitten kijken van mensen die dit analyseren. Want dat merk je vaak, hè, bij dingen die heel goed zijn. Dat wordt dan op YouTube uitgebreid geanalyseerd. Vet leuk. Super leuk om te kijken. Ja. En een van de dingen die ik wel hoor dat mensen over twijfelen, is dat ze zeggen, wist hij echt alles van tevoren? Of heeft hij dingen later een soort van, oh, dit past toevallig wel aan elkaar of zo? Ik geloof van wel. Ik ook hoor, want het kan prima natuurlijk. Het klopt zo goed dat in elk geval de naam van de eerste aflevering, die grijpt al in de naam van de 80ste aflevering bijvoorbeeld. Ja. Die zijn aan elkaar gerelateerd. Dus ik denk het wel. En ook de dingen die je aan het begin ziet, waar de serie letterlijk mee begint, dat krijgt payoff in de allerlaatste afleveringen. Dus daar is echt wel, daar is echt wel over nagedacht. Ja, dat moet wel eigenlijk gewoon. Het maakt ook wel dat je eigenlijk als kijker moet je bijna 2 keer kijken.
Of meer. Ja, om dit ten volle te zien. Ja. Er zijn dingen die je in het begin niet doorhebt, want dan komt er een grote plot twist of een grote onthulling. En dan denk je, huh? En dan kijk je het nog een keer en denk je, oh, hier is een hint, hier is een hint, hier is een hint, hier is een hint. Maar je had de context nog niet. Dus je kon het niet plaatsen. Ja. Maar op het moment dat je die informatie wel hebt, die informatiedosering, zeg maar, is heel goed gedaan. Dan valt het opeens allemaal op zijn plaats. Nou moet ik ook wel zeggen dat het is een serie die heel snel gaat. Voor als je niet gewend bent om denk ik naar anime te kijken, speelt dat ook nog een rol. Ja, dat zou je niet je handje krijgt. Vast. Ja, we zouden je niet je handje vast. Je wordt echt in de diepe gegooid van ga maar. Ja. En dan is alles inderdaad super hysterisch. Want ja, iedereen rent voor zijn leven. Ja. En later pas word je geïntroduceerd in andere zaken. Dus het is... Ja, leer meer personages te kennen. En precies. Dan begin je het grotere plaatje beter te zien. Maar die lopen in de eerste aflevering ook al rond, zeg maar. En die zijn daar ook al dingen aan het doen. Ja. En dat komt later ook weer terug. Ja. Ja. Dus dat is, ik denk zomaar dat deze meneer een plotter is. En geen organische schrijver. Of in elk geval, op het moment dat hij het ging vastleggen op papier, had hij alles al compleet uitgewerkt. Ja. Dat moet wel. Ja, en eigenlijk in Attack on Titan zie je gewoon hoe tof dat werkt. Ja. Omdat inderdaad, als er dan zo'n twist komt, dat je aan alles voelt, ja, dit klopt. Dit komt niet uit het niks. En dat is natuurlijk waar het om gaat als je het hebt over foreshadowen. Dat je zorgt dat een twist of een iets wat er gebeurt in het verhaal, dat dat natuurlijk en logisch aanvoelt. Dat het volgt uit wat er voorkwam. En dat is iets wat vaak wordt besproken in schrijfadviezen. Mm-hmm. Maar inderdaad, Attack on Titan is wel de serie om te kijken. Om dit in werking te zien dat het echt goed werkt. Ja, klopt. Joh, en dan op een gegeven moment dan zit je, weet ik veel, einde seizoen 4. En dan zijn er concepten geïntroduceerd. En daar werk je mee. En dan denk je, als je dat nu gaat uitleggen aan iemand die seizoen 1 aan het kijken is. Dan heeft hij zoiets van, wat? Maar je wordt er zo langzamerhand ingerold dat het allemaal compleet aannemelijk is tegen het einde dat je op dat punt aankomt. Ja. Nou ja, aannemelijk. Maar ja. Het is nog steeds echt fantasy, zeg maar. De concepten zijn heel bizar. Ja. Maar in de context van de wereld klopt het. En in de context van het verhaal klopt het. En dat is heel knap hoe dat aangevlogen is. Ja, ja, ik heb het dus nu nog maar één keer gezien. Dus ik moet het eigenlijk nog een keer kijken om inderdaad die foreshadowing dingetjes allemaal goed te zien. Maar ik heb dus wel allemaal analysevideo's gekeken waarin ze dingen aanwezen dat ik dacht, oh ja! Hoe heb ik dat gemist? Ja, dat kon je niet weten. Nee, het is ook inderdaad niet eens dat je dingen mist of zo. Het is gewoon inderdaad omdat je nog niet weet wat er nog meer speelt. En dat is natuurlijk... Ik heb het gevoel dat soms met foreshadowing, dat als ik ook als schrijver, dat ik het lastig kan vinden van... Ja, maar als ik dit hier zeg, gaan mensen dan die plot twist kunnen voorspellen? Of zo, daar ben je misschien... En is dat erg? En is dat erg? Dus dat is een soort grens die je moet zoeken voor jezelf, denk ik. Maar ik denk dat het goed is om, en hier zien we dat, dat om goed is om te beseffen dat mensen waarschijnlijk niet een plot twist kunnen voorspellen, ook als je al dingen weggeeft, ja, omdat ze de grotere context nog niet hebben. Dat, ze weten ook niet hoe jij denkt. Nee, inderdaad. Want jij doet altijd verraad op 2/3 van het verhaal, maar dat weten ze nog niet, weet je wel. Ja. Maar het is natuurlijk wel moeilijk, want is dit te overduidelijk in jouw hoofd? Ja, het is super overduidelijk als je iets daar neerzet. Maar inderdaad, leg het bij een ander neer en laat die ernaar kijken en kijken of zij het aan zien komen. Ja. Het grote verraad of de plot twist, de grote onthulling. Ja. Test dat uit met andere mensen. Ja, of dat een ding is. Proeflezers zijn echt het antwoord op heel veel van dit soort problemen van schrijvers natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, waar zet je welke informatie neer? In welke volgorde? Hoe zorg je dat de lezer er goed ingeleid wordt? Zodat inderdaad op het moment dat de grote onthulling komt, dat je denkt, ja, logisch. Ja. Of als je start met een nieuwe wereld, wat vertel je alvast? Wat laat je zien? Wat is context die je alvast kan meegeven? Probeer inderdaad ook constant als je aan het schrijven bent eruit te stappen en te denken, oké, ik kom hier bleu in. Wat zie ik nu? Ja. Wat snap ik nu van deze wereld? En dat doet hij heel erg goed. Ja. Ja, we komen nu in het tweede element eigenlijk, namelijk het opbouwen van je informatie. Van wanneer zeg je wat? En dat is zeker iets waar wij als fantasy schrijvers natuurlijk, nou ja, dat het belangrijk is, maar ook moeilijk. Ja. En ik denk dat je bij Attack on Titan heel goed ziet dat hij echt alleen maar vertelt wat je absoluut nodig hebt. En niet meer dan dat. En nou is natuurlijk nog
iets, een visueel medium is in die zin anders dan de teksten die wij schrijven. Mm-hmm. Want met een visueel medium kun je ook dingen laten zien die je niet letterlijk vertelt. Ja, klopt. Dus daar zit dan wel nog een verschil natuurlijk. Maar ja, ik vind Attack on Titan wel een sterk voorbeeld van zeker niet te veel vertellen. En dat is iets wat, denk ik, heel veel fantasy schrijvers in eerste instantie wel doen. Want je hebt zoiets van, ja, maar deze hele wereld, die moet ik toch in één keer eerst uitleggen voordat je één stap mag zetten erin. Precies, precies. En dat doen ze daar geheel niet. Nee, je wordt, het is wel fijn ook om als lezer / kijker om serieus genomen te worden. Ja. Van ja, je bent slim, je vogelt het wel uit. Of niet, en dan merk je het bij de grote onthulling en daarna ga je terug. Ja. Dat maakt het extra leuk met de ervaring natuurlijk. Denk je ook niet dat omdat je niet alle informatie hebt aan het begin, dat je ook als kijker soort van meer erin getrokken wordt, omdat je eigenlijk gedwongen wordt om zelf na te denken en te zoeken naar aanwijzingen van wat er eigenlijk aan de hand is? Ja, want ook vooral seizoen 1, dat is alleen maar, wat is er aan de hand? Wat is er gaande? Wat gebeurt er nu? Ah! Dus misschien dat je brein inderdaad al in een paniekmodus aan het proberen is. Ja. Om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja. Ja, ik vind dat zelf sowieso in boeken ook heel mooi als ze dat doen. Dat het gewoon niet al te duidelijk is aan het begin. Maar dat is ook weer qua... dat hangt ook weer van de persoon af. Want we zijn allemaal wel eens dat we met iemand een serie of een film hebben zitten kijken. En dat iemand zegt, wat gebeurt er nu? Huh, waarom doet hij dat nou? En dan denk je, ik ben ook de film aan het kijken. Weet ik veel. Ja. Dat dus niet iedereen vindt dat leuk. Ik wel. Dat is waar. Ja, en dat ik moet zeggen, dit merk ik dus in de reviews die ik krijg op mijn eerste boek. Dat ik hou hier ook heel erg van. Maar dat ik inderdaad aan een aantal reviews merkte van, oh, mensen vinden het hier en daar te ingewikkeld, te complex. Dat ik denk, oh ja, maar dit is wel wat ik leuk vind. Ja. Dus blijkbaar, en dat had ik me nog niet eens zo gerealiseerd van mijn eigen boek, dat het dus complex is. Want dat wil ik ook dat het is. En dat er dus mensen zijn die dat ingewikkeld vinden. En denken, ja, geef mij maar iets wat meer straightforward is. En me gewoon van A naar B je verhaal vertelt. Klaar. Die heb je ook. En ook met onthullingen bijvoorbeeld, of een plot twist of iets dergelijks. Wat ik net al zei, is het erg als je hem aan ziet komen? Ik merk bijvoorbeeld dat ik het persoonlijk niet eens zo heel erg vind om te zien dat het zo direct over 20 pagina's helemaal mis zal gaan. He, dat, we gaan dit doen, het gaat helemaal goed komen. Maar ondertussen, en dat weet jij als lezer, vind ik geweldig. Ik vind het ontzettend leuk om verrast te worden, maar ik vind het ook leuk om het al aan te zien komen dat het helemaal misgaat. En hoe het dan misgaat, wat de gevolgen zullen zijn, die weet je natuurlijk niet. Maar het hele, het zit eraan te komen dat dit helemaal misgaat, vind ik persoonlijk als lezer best leuk. Maar er zijn ook mensen die van Huuk zag het al aankomen. Ik zei, het was ook niet de bedoeling dat dit een geheim was, vriend. Ja, dat is nog wel een mooie manier om na te denken over onthullingen en zo. Ja. Omdat ik zelf als schrijver het gevoel heb van, ja, maar ze mogen het nog niet voorspellen dat dit gaat gebeuren. Of dat dit een ding was. Dus ik zit toevallig nu met boek 2. Heb ik zo'n dingetje dat ik met een proeflezer over had. Die had heel erg een twist aan het einde. Dat ze zei, oh, dit is een goede twist op het einde. Maar ik moest nog iets veranderen halverwege. Waardoor ik denk, ja, maar nu wordt dit minder een twist. Ik heb het daar inderdaad met haar over gehad, van hoe erg is dit? Of niet. En lezers missen ook dingen? Dat is ook zo, ja. Ik weet letterlijk nog in mijn boek dat mensen letterlijk misten dat er een oceaan tussen twee landen in lag. Ja, goed punt. En het is ook zo dat natuurlijk elke lezer ervaart je boek weer anders. Precies. Dus je kunt dit ook niet volledig controleren in die zin. En soms, dan ziet een lezer wat aankomen en denkt je, oh, ik ben slim. Of dit echt zo gaat gebeuren. Oh, mooi. Oh, wat ben ik... Ja, het gebeurt! Mag ook. Ja. Mag ook. Want dan voel je jezelf ook best wel weer slim als lezer. Ja, precies. Ja, dus als schrijver moeten we niet te bang zijn dat iemand het van tevoren... Je moet natuurlijk ook een beetje zorgen dat het een beetje voor morgen is ertussen. Ik weet het nog heel erg goed dat ik de Mistborn-serie van Brandon Sanderson las. En daar zat op een gegeven moment een detail. En ik denk, oh nee, als dit zo is, dan betekent dat dit. Nee toch, dat gaat hij niet doen. Komt dit terug? En toen kwam het terug en toen was het een plot twist. Ja. Yes! ik voelde me super intelligent. En natuurlijk was het mooi uitgevoerd, et cetera. Dus, nice. Dus misschien is dat ook wel leuk. Maar dat is wel iets waar je inderdaad over na moet denken. Maar ook weer, en dat zie je dan hier met Attack on Titan. Hajime Ishiyama was zich heel erg bewust van wat hij aan het doen was. Ja. Hij heeft een keuze gemaakt van dit is waarom ik het zo doe. En zo voer ik het uit. En hij was in complete controle over zijn informatie en wanneer hij die gaf. Ja, dat is respect. Ja. Ja.
Ja, dus deze video, zie je hem ook vooral als advies, ga deze serie kijken. Hè? Want dan leer je echt de dingen ervan die je ervan kunt leren. En eigenlijk moet je hem dus meerdere keren kijken. Ik heb hem pas één keer gezien. Ik denk zeker dat als ik hem nog een keer kijk, dat ik heel veel elementen ga zien van, oh ja, zo hebben ze dat gedaan en zo hebben ze dat opgebouwd. En ik merk zelf wel altijd dat het heel erg helpt om naar dat soort dingen te kijken van, maar hoe doen ze dat dan? Welke zinnen zeggen de personages? Wat zijn de scènes? Wat is de opbouw tussen de scènes? Dat is zo leuk om te zien en juist bij dingen die je heel goed vindt natuurlijk. Ja, en juist als het goed uitgevoerd is. Ja, precies. Dan, ja. Want zo kan het ook. Ja. Dat is voor mij ook altijd super inspirerend geweest. Ja. Dat je inderdaad iemand in volledige controle over zijn verhaal het perfect ziet uitvoeren. En kijk, zo moet het dus. Ja. Is altijd leuk en inspirerend om te zien. Vind ik ook enorm leuk. Het volgende element wat ik had opgeschreven was karakteropbouw. Omdat ik wel denk dat de personages ook heel goed worden neergezet. En dat ze hebben allemaal hun backstories en reden waarom ze dingen doen. Mm-hmm. En ik weet nog wel dat toen ik aan het begin was, dat er zijn heel veel personages. Klopt. En er zijn drie soorten hoofdpersonages. Ja. En daarnaast zijn er heel veel andere. Dat ik ook in het begin niet goed bijhield wie was. Gelukkig gaan er een heleboel dood. Held. Ja. Sorry, maak je zin af. Nee, ja, maar goed. Dus ik vond het lastig in het begin om ze uit elkaar te houden allemaal, zeg maar. En te denken van, wat hebben ze allemaal echt plek nodig in dit verhaal? Maar dat is wel zo. En dat bouwen ze mooi op. Ja. Ja, je leert karakters echt goed kennen. En wat denk ik een van de mooie dingen is, dat we hier een personage zien die een omgekeerde arc maakt. Hè? Je hebt natuurlijk arcs altijd bij personages. Dat ze iets leren, dat ze veranderen. Dat willen we graag. En vaak leren ze iets ten goede. Dus worden ze beter. En hier hebben we een voorbeeld ook in deze serie van iemand die niet ten goede verandert. Maar zelfs het is net hoe je het bekijkt eigenlijk. Of was hij altijd al problematisch? Maar het is ook binnen de cast zie je mensen met een positieve character arc. Hè, leren beter worden, in hun kracht komen, et cetera. Dat gebeurt ook parallel aan elkaar. Sommige personages hebben een positieve character arc. Anderen hebben een negatieve character arc. En sommigen hebben een platte arc. En dat is ook goed. Want sommige personages die hoeven niet van mee te maken, maar andere mensen reageren op hen. Ja. Zij zijn altijd al zo, maar door het feit dat ze zo zijn, kunnen andere mensen van hun leren groeien, et cetera. Ja. Dus die voeden eigenlijk de personageontwikkeling van andere personages. En dat is ook goed. Ja. Dus al die opties en die mogelijkheden, die zitten er ook in. Zitten er allemaal in. Vanaf het begin tot het einde. En inderdaad, juist die verschillen ook tussen hun, de verschillende manieren waarop ze ermee omgaan, die zijn heel mooi. En geloofwaardig ook neergezet. Dus hoe extreem en bizar deze serie wordt. Want dat wordt die, is het toch begrijpelijk wat er gebeurt. Ja. En ook personages die tegenover elkaar worden gezet, die in dezelfde situatie zitten, maar er anders op reageren. Ja. Dus die letterlijk als een soort spiegelbeeld tegenover elkaar wordt gezegd. Ja, deze keuzes had je ook kunnen maken. Zo had je ook kunnen groeien, of niet. Of personages die tegenover elkaar staan in compleet omgekeerde. En dat ze op die manier met elkaar botsen. Ja. Ik denk we best wel kunnen de hele personage-arc van Reiner ten opzichte van Aaron. Dat is een hele gave dynamiek die heel erg diep gaat. En als je hun allebei volgt door het verhaal heen, de dingen die ze doen, de keuzes die ze maken. Dat is echt heel erg, die rivaliteit tussen die twee is echt heel erg gaaf gedaan. Ja, ja. Mond dicht nu. Niet verder spoilen. Ja, dit is, ja. Maar ik heb echt heel veel respect inderdaad voor die karakteropbouw. En hoe ze dat zo naast elkaar, of hoe hij dat zo naast elkaar heeft neergelegd. Om ze zo van elkaar te laten leren en op elkaar te laten reageren. Fantastisch gedaan. Ook dat moet hij van tevoren bedacht hebben. Ja. Oké, die persoon gaat van daar naar daar. En die persoon gaat van daar naar daar. En die gaat van daar. Weet je, dat moet je weten. Dat moet. Ja, dat moet allemaal uitgeplot zijn van tevoren. Lijkt mij. Ja. En ook dat ze inderdaad als een soort foil op elkaar reageren. Dat dit personage er is om een spiegel te zijn van de ander, et cetera. En wat ze allemaal doormaken. En iedereen is super getraumatiseerd. Ja. Maar ook dat is begrijpelijk. Ja. En daar reageren ze anders op. Precies. Ja. Ja. En ik vind het zelf ook interessant omdat ik merk dat als ik zelf ga plotten voor mijn verhaal, dan merk ik dat ik het soort van makkelijk vind om te bedenken van oké, we hebben die locaties. Ik wil dat daar dit gebeurt. Ik wil dat daar dat gebeurt. En dan gaan ze allemaal daarheen of zo. Maar de personages en hun innerlijke ontwikkeling vind ik veel moeilijker om uit te plotten, merk ik. Ja, voor mij is het andersom. Ja? Oh, wat geinig. Ja, maar het is allebei moeilijk.
Dus het is ook een beetje wat je zelf handig en leuk vindt om te schrijven. Ik ben een character writer, diep in mijn hart. Ja. Dus ik heb dat eerst en daarna heb ik het plot pas. Ja, ja. Oh, wat geinig. Wat ik met het personage wil doen. Maar hij doet het allebei. Ja, zeker. Nou ja, en het is op zich goed voor jezelf te weten waar je misschien het hardst aan moet werken. Want ik hou me er wel veel mee bezig met die personageontwikkeling, omdat ik dat ook mooi vind. Maar ik merk dat ik er veel dieper over na moet denken van, ja, maar wat is het dan wat ze leert of zo? Of wat is het wat ze wil? Ja, precies. En ik merk soms dat ik daar juist ook door ga te veel bijsturen. Dus op een gegeven moment de proeflezer, die wees me erop van, oké, maar je hebt haar nu 5 redenen gegeven om dit te doen. Eentje is ook genoeg. Dus ja, dat soort dingen merk ik dat ik lastig vind. Ja. Aan het begin van het verhaal, en dat is ook weer uit schrijfboeken en zo die ik gelezen heb en YouTube-kanalen die ik gekeken heb zo over de jaren. Maar dan is het fijn als je van tevoren vaststelt de leugen waarin ze geloven, die ze moeten overkomen. Dit is van bijvoorbeeld, ik kan het toch niet. Het kan een leugen zijn waarin je gelooft en dat is iemand die heel onzeker is. Ja. Of de waarheid die ze al accepteren. Dan ben je wat meer een plat personage. Ja. Ze weten het al. Maar een persoon die echt een karakterontwikkeling ondergaat, die geloven in een leugen. En dat moeten zij overkomen. En dat is de les die zij moeten leren in het verhaal. Van ik kan het toch wel, ik ben een held. Ja. Ik heb wel de kracht om iedereen te redden, uiteindelijk. Ja. Nou, en ik merk dat ik dus voor mijn eigen personages dat ook op die manier aanpakte. Zo van, oké, wat is de leugen die ze geloven? Wat is hetgene wat ze moeten leren over zichzelf of zo? Maar dat als ik dat dan voor mezelf bedenk, dat er nog heel artificieel voelt of zo. Ja, de eerste keer is het altijd artificieel. Dus dat ik dat, en dan ga je het erin schrijven en je moet denk je, oké, maar nou ja, het moet nog, ik moet het dan nog voelen of zo. En dat komt pas als je verder komt in het schrijven. Ja. Waardoor ik misschien inderdaad soms te veel reden aan iemand geef om iets te doen. Nou ja, ik vind het interessant. En omdat het dus zo goed gedaan is in het resultaat, is dat wel inspirerend om te zien. Het is ook wel frustrerend, want toen de manga begon, was de auteur 23. Ja, leuk. Goed gedaan. Ja, ja. We zijn niet jaloers verder of zo. Maar dat betekent dat hij dus zo jong al een volledige controle had over zijn plot. Ja. Van het begin tot het einde. Wat ook wel extra mooi is, want er zitten wel thema's in van lotsbestemming. Dus dat hij in het begin het lot ook al vast had liggen en daar naartoe ging. Nou ja, dat is leuk en goed gedaan, zeg maar. Ja. Wat ik zelf ook heel leuk vind aan Attack on Titan, en ik weet niet of iedereen dat ook eruit haalt als schrijver, maar ik hou zelf heel erg van fantasy die me echt verwonderd kan laten zijn. En kan laten denken, wow, wat gebeurt er nu? Dit heb ik nog nooit gezien. Nou, dat vind ik Attack on Titan, dat enorm heeft. En ik ging er dus ook inderdaad blind in. Ik had geen idee wat ik ging kijken. En als je dan in die eerste scène een Titan ziet aankomen, dan denk je, wat gebeurt hier? Dus dat heeft mij ook, dat was voor mij ook een groot ding. Dat helpt me in het zelf ook zo denken, of zo. Het is gewoon heel inspirerend, denk ik. Het lijkt ook op niks. Er is niks wat ik ken dat ik denk, dit is vergelijkbaar hieraan. Nee. Dus dat maakt het dan weer extra leuk. Maar je ziet ook dat in de openingsaflevering, dat er zoveel haakjes in zitten van, er wordt meteen de personages, dus wie zijn er hier, wie gaan we volgen in het verhaal, worden neergezet. De situatie wordt neergezet. Het eerste conflict, compleet opengebroken. Je komt binnen eigenlijk met gestrekte benen naar voren en we gaan. Maar daar ben je oké mee, omdat de opbouw of de context die neergezet wordt in de allereerste aflevering staat al als een huis. Ja. Dus van daaruit wil je dan eigenlijk meteen verder. Ja. Dus ik denk ook dat als we mensen moeten aanraden van, ga de serie kijken, check de eerste aflevering. Ja, een beetje of het wat voor je is. Ja. Moet wel bijgezegd worden, het is bloederig. Ja. Ja, het is keihard. Mensen gaan hartstikke dood. Ja, op niet zo'n prettige manier ook. Nee. En dat vind ik dan interessant. Het is een tekenfilm. Dus dat geeft eigenlijk, door een tekenfilm zit er wat extra afstand tussen jou en het medium of zo. En toch is het zo grafisch. En ik heb echt wel zo gezeten. Het is zo erg. Het is heel heftig. Maar goed. Ik was echt meteen van de eerste aflevering onder de indruk van wat er gebeurde. En de bizarheid van die wereld. En ergens dacht ik toen bijna van, ja, maar dit kun je al bijna niet meer overtreffen of zo. En dan is het de eerste aflevering. Ja. Nou, en dat hebben ze zo overtroffen. Dus dat, zeg maar, los eerst het originele idee vind ik bizar en fantastisch. En dat weten ze dan ook nog vele malen te overtreffen in die serie. Dat ze weer iets doen waardoor ik denk, what?
Wat is dit nou weer? Dat, en je bent eigenlijk 3 seizoenen lang ben je op zoek naar antwoorden. Ja. En die krijg je. Maar op manieren die je nooit ziet aankomen. Die je niet ziet aankomen, maar op het moment dat het je uitgelegd wordt, denk je... Oh, huh, ja, klopt. Maar het feit dat je de antwoorden ook krijgt. Ja. Weet je, want er zijn zo vaak tv-series of films of boeken geweest... dat je eigenlijk nooit je antwoorden gekregen hebt die je zocht. Ja, is zo. Maar die krijg je. En dat is zo bevredigend. Ja. En dan op het moment dat de antwoorden zijn, wat doe je er dan mee? En dat is seizoen 4. Ja, precies. In die zin is seizoen 4 natuurlijk minder... gaat het meer om het mysterie, maar meer om inderdaad... wat doen we met al deze informatie? Ja. Maar wat ik ook nog... Want inderdaad, het gaat erom dat je antwoorden krijgt. En dat zijn een soort van inhoudelijke de gebeurtenissen. Maar wat ik ook merk, en dat komt doordat het een animatie is ook, dat het visueel ook is. Ja. Dat ze dingen laten zien die ik gewoon heel bizar vind. Er zit ergens halverwege een soort van scène met een man die heel groot... Nee, ik wil niet te veel erover zeggen. Maar ik weet nog dat ik het zag en ik had gewoon nog nooit zoiets gezien. Dus visueel was ik gewoon geïnspireerd omdat ik dacht, dit is zo raar. Ik vind het fantastisch. En dat vind ik gewoon... De actiescènes. Ja. Oh, die zijn prachtig. Ja, het is ook nog eens een keer heel erg cool namelijk wat ze allemaal doen. Ja, precies. Dus dat helpt me ook weer om zelf verder out of the box te denken. Want ik hou er heel erg van. Kijk, ik ben sowieso niet een fan van de klassieke middeleeuwse fantasywereld. Maar dit soort dingen helpen me om zelf ook nog verder te denken van... Ja, wat kan het ook nog zijn of zo? Het is natuurlijk ook een het komt uit het oosten. Dus het is geen westers Hollywood verhaal. Ja. Dus er worden ook conventies erbij gehaald. En verhaalvertellingen die je ook nog niet gewend bent. Ja. Dus daardoor word je waarschijnlijk ook wel oprecht verrast. Er zit op een gegeven moment, begin seizoen 2, zit er een onthulling van haha, de film. Ik viel letterlijk van de bank af dat ik pauze. Hoorde ik dat nou goed? Terug. Is dat ze zo een soort van in de achtergrond... Mm-hmm. Ja, precies. Mm-hmm. Dat is überhaupt nog een interessante scène om te bespreken. Wacht, ik kom daar zo op terug. Ik wou nog eventjes naar je. Inderdaad, het zit hem ook in de westerse of in de oosterse storytelling eigenlijk. En in hun cultuur die erachter zit. Ja. Dat ze natuurlijk veel meer ook een cultuur hebben met natuurgoden en spirits en dingen. Wat wij ook niet kennen. En dan denk ik, dat zien we ook hier terug. Wat het voor ons dan nog vreemder maakt. Precies. Kijken. En dat vind ik ook wel heel tof. En dat is, werkt ook weer inspirerend. Want zo kan het ook. Ja. En verrassender. Want je ziet het niet aankomen. Want je bent niet gewend dat verhalen op zo'n manier verteld worden. Ja, ja. En dat had ik bijvoorbeeld bij de Studio Ghibli films ook heel sterk. Ja, precies hetzelfde. Toen ik die voor het eerst zag, toen was het echt nieuw voor me. Dus ja, super. En dan inderdaad eventjes dat die ene scène, en ik ga niet in detail, maar wat ik leuk vind om daaraan op te merken is hoe ze inderdaad een van de grootste plot twists, dat die niet het hoofdonderwerp van de scène is. Dat ze eigenlijk de scène gaat over andere personages en in de achtergrond wordt er iets besproken en dat is de grootste onthulling ofzo. Ja. En dat is heel bizar eigenlijk. En dit is eigenlijk ook iets wat je alleen maar in een visueel medium kunt doen natuurlijk. Ja, want, dat klopt. Dat klopt. In een boek. Ja, dan kun je nog wel tussen neus en lippen door dingen zeggen. Terwijl het gesprek bijvoorbeeld eigenlijk ergens anders over gaat. Maar dit was inderdaad visueel dat het in de achtergrond van het beeld gebeurt. Ja, en ook in de manga zelf is het ook het plaatje. Staan ze daar op de achtergrond terwijl hier zeg maar de focus op zit. Dus dat is heel erg... Ja, dus je kan het bijna missen, inderdaad. Ja, behalve dat daarna dingen gaan gebeuren, et cetera. Maar daardoor is de scène werkt ook heel vervreemdend. Ze zijn ook dingen aan het doen met geluid en met waarop ze focussen en dergelijke. Het is heel erg leuk. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ja. En dat was wel een ding. Ja, ik herinner me ook dat ik hem terug heb gespoeld. Dat ik inderdaad dacht, wacht, ik heb iets gemist. Wat gebeurt hier nou? En dat is wel... Dat is ook eigenlijk tof. Dat wil je ook, dat je als je een plot twist schrijft, dat mensen dat gevoel krijgen van, wacht even, wat gebeurde er nou? Sorry, wat? Ja, precies. Ja. Ja, dat ze even gewoon worden opgeschrikt eigenlijk uit hun flow. En je wil eigenlijk mensen niet uit hun leesflow halen, want je wil dat ze gewoon lekker doorgaan. Aan de andere kant, bij een goede plot twist wil je die schok wel hebben. Ja. Ja, dat je echt inderdaad, sorry, wat tegen je boek schreeuwt. Dat willen we allemaal. Wat zeg je me nou, Lisbeth? Ja. Ja, volgende element wat ik heb opgeschreven is dat ik vind dat je bij deze serie heel sterk ziet dat het aan de ene kant de meest bizarre fantasy is. Waarvan je denkt, nou, dat is zo niet onze wereld. En toch, inhoudelijk, is het verhaal heel sterk, vind ik, een spiegel op onze wereld. Ja, er worden wel wat... Er zijn wat messages onderuit. Ja, maar het is gewoon... Als je op een gegeven moment kom je er verder in en dan begrijp je wat er speelt. En dan is het zo, nou, maar dit gaat over ons. Dit is zo wat er nu speelt in onze wereld.
En dat vind ik wel knap. Dat het zo raar is en toch zo herkenbaar. Dus. Dat is ook wel een van de dingen die heel erg mooi zijn aan fantasy en science fiction. Want je kan daar problemen die in onze hedendaagse maatschappij zitten, kun je bespreekbaar maken, kun je laten zien. Je kunt ons een spiegel voorhouden, maar omdat het anders is, het is een andere situatie, dat maakt het minder belerend, hopelijk. Ja. Omdat het zo anders is, maar tegelijkertijd leer je er wel dingen van. Ja, omdat je natuurlijk zelf als kijker of als lezer ga je de parallellen trekken naar onze wereld. En denken, oh ja, dit is net zoals... Huh. Precies. En dat is wel een van de mooie dingen van fantasy en science fiction en anime dus. Dat je inderdaad zo'n spiegel voorgehouden kan worden. En ook dat we er allemaal wat van kunnen leren, hopelijk. Ja, zeker. En dat had ik eigenlijk niet zien aankomen bij deze serie. Ik wist dit helemaal niet, maar zoals ik zei, ik wist helemaal niks over die serie toen. Nee, ik ook niet hoor. Dus dat is dan opeens dat je, hè, als je het verhaal beter begint te begrijpen, dan word je daar wel door geraakt van, shit. Het zegt dingen over de staat van de mensheid en hoe de mensheid is en leren van je fouten, et cetera. Ja. En hoe we tegen elkaar aankijken eigenlijk. Ja, knap. En inderdaad, ik denk dat iets heel moois is wat we met fantasy kunnen doen. Ik denk niet dat het iets... Mensen hebben het er wel eens over, moet dan elk verhaal dit hebben of zo. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Iets mag ook alleen maar entertaining zijn, denk ik. Ja, zeker. Maar ik merk zelf wel dat ik het heel mooi vind als het er wel in zit. Ja. Ik merk ook niet dat mijn langere verhalen, dat de een is de aanklacht tegen de haatcultuur en de angstcultuur. En de ander is een aanklacht tegen late stage capitalism, zeg maar. Hmm. Het is ook niet subtiel. Nou, in Attack on Titan is op een gegeven moment, als je het door hebt, is het niet subtiel. Nee, verder niet. Nee. Helemaal niet. Nee, absoluut niet. Dus, en sommige dingen mogen ook gezegd worden op een gegeven moment, denk ik. Jammer genoeg zijn er mensen die het ook best wel verkeerd interpreteren. Hmm. En die vonden om die reden ook het einde helemaal niet goed. Hmm. Ik vond het einde... wel goed. Je vond het einde goed, maar wel deprimerend. Ja. En dat had ik ook niet zien aankomen, dat hij me zo zou raken, die serie. Dat echt, Oh ja, janken. Ja, we willen ook dat jullie dit kijken, zodat jullie mede de support kunnen hebben van andere mensen die ook hier... Gedeelde smart is dubbele smart. Gedeelde smart hebben we nodig. Ja, precies. Ja, het is een heftig serie. Nee hoor, maar ook goed. Want de triomfmomenten zijn ook fantastisch. Ja. En dat maakt het, hè, omdat het zulke ups en downs heeft. En de dingen tussen mensen en vriendschappen. Precies. En ja, oh ja. Dus, ga kijken. En klets met ons mee. Ja, als je inmiddels, hè, misschien heb je er wel iets van gezien. Of je hebt hier gedachten over. We zijn heel benieuwd naar jullie reacties. Dus laat zeker reacties en vragen achter in de reacties onder deze video. Nou, ja, volgens mij hebben we alles gezegd wat we kunnen zeggen zonder te veel spoilers te geven over Attack on Titan. We hebben ons best gedaan. Ja, en echt, ik heb er echt wat van geleerd. En het heeft me geïnspireerd. Soms is het leren ook inspirerend natuurlijk. Ja. Dat je gewoon weer op een nieuwe manier ook naar je eigen verhaal kan kijken daardoor. Dus ga Attack on Titan kijken en praat met ons erover in de reacties hier onder deze video. Yes. Dankjewel voor deze. Heel graag gedaan. Uitkomen. En jij, bedankt voor het kijken en tot de volgende.